Unasur zal bemiddelen in Venezuela, RGD-artsen weer aan het werk en Haitianen klagen VN aan in zaak cholera-epidemie. Goedenavond dames en heren, het journaal op donderdag 13 maart. Op de buitengewone vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van UNASUR in Santiago de Chile heeft de organisatie eensgezind oplossingsmodellen aangedragen voor de uitdagingen waarmee het lidland Venezuela geconfronteerd wordt. Dit zegt de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Winston Lakin, die de vergadering heeft voortgezeten. Een resolutie is aangenomen waarbij op verzoek van Venezuela een UNASUR-commissie van ministers van Buitenlandse Zaken naar Venezuela zal afreizen om met de diverse actoren een proces van dialoog op gang te brengen en te begeleiden ter terugkeer van de vrede en rust in dat land. Dit zal reeds in de eerste week van de komende maand moeten plaatsvinden. De RGD-artsen zijn weer aan het werk. Partijen zullen de komende periode om de tafel zitten om verder te werken aan het verkrijgen van consensus voor de ontstane problemen. Malti Sarjo, directeur van regionale gezondheidsdienst, is zeer positief over de relatie met de RGD-artsen. De stand van zaken met VRA en de RGD is als volgt. Dat wij afgelopen vrijdag CAO-akkoord hebben getekend met de VRA en dat ze daarna gelijk hun acties hebben opgeschort en de dienstverlening naar de klanten toe hebben opgevat. Wij zullen dan verder vervolggesprekken met de VRA zullen wij plegen. Op korte termijn worden ze uitgenodigd en gaan kijken van luister waar we elkaar kunnen vinden in knelpunten die wederzijds zijn, wederzijdse partijen bezighouden. Diapora heeft in samenwerking met het Diaconessenhuis vandaag Wereldnierendag, een dialysecentrum, geopend. Het is volgens Femke Loning, Business Unit Manager, gebleken dat er jaarlijks steeds meer patiënten bijkomen met nierfalen. Vandaag om de awareness van welzijn van de mensen, zeker met nierfalen, bekend te maken. We hebben 4 jaar geleden ook op de Wereldnierendag ons andere centrum geopend. Dus daarvoor hebben we gekozen om dit jaar weer rond dit thema ons centrum te openen. En heeft u al een idee hoeveel patiënten hier zullen dialyseren? Ja, we hebben plaats voor, we hebben 20 dialysestoelen, dus wij kunnen ongeveer 80 patiënten dialyseren in dit centrum. En van hoe laat tot hoe laat zullen jullie open? We zijn op dit moment van 's ochtends tot 's avonds 10 uur open. Dus we doen 3 shifts per dag, 6 dagen in de week. En we zijn aan het kijken of er behoefte is aan nachtdialyse, om in de nacht ook te gaan dialyseren. Het Sint-Vincentius ziekenhuis heeft ook in het kader van Wereldnierendag een gezondheidsbeurs gehouden. Patiënten en medewerkers van het ziekenhuis mochten hun bloedsuiker en hun bloeddruk laten opmeten. Er komen gemiddeld zeker 200 personen per dag langs op deze beurs. In verband met de Wereldnierendag hebben we dan die beurs gehouden om controle te doen bij alle patiënten, bij het personeel van het Sint-Vincentius ziekenhuis en bezoekers. Om te kijken hoe het staat met hun bloeddruk, hun bloedsuiker, hun gewicht. Om te kijken dat zo iemand op later stadium geen of nierpatiënt of nierproblemen wordt. Deze beurs is niet alleen bestemd voor informatie, maar de bezoekers kunnen ook hun voeten laten behandelen door de medisch pedicure. De tips worden zeker meegenomen door de patiënten. En ondanks je ik verpleegkundige ben, je weet heel veel over diabetes mellitus. Is het toch wel anders als je het zelf ervaart of als je met je benen bezig bent van waarop moet ik letten? Hè? Bijvoorbeeld nagellak, die verkleuren je nagels. En het is belangrijk dat je eigenlijk goede nagels hebt om steeds de doorbloeding na te gaan. Heb je nagellak, dan zie je bepaalde dingen niet op tijd. Dus dat zijn tips die ik vandaag heb meegehad. En het voelt wel goed aan als je je voeten hebt laten behandelen. Het advies van patiënten en niet-patiënten is:
Blijf veel bewegen. Je bloedsuiker is na het bewegen ook veel lager. Bewegen is belangrijk voor onze patiënten, omdat in het geval van vandaag vieren we eigenlijk een nierdag, hè? Wereldnierendag. En daaraan gekoppeld heb je meestal dat het een gevolg is van diabetes of andere klachten. En bewegen is sowieso goed voor iedereen. Maar met name voor mensen die overgewicht hebben of diabetes is het heel belangrijk. Want vaak zie je dat vanwege het vet dat men heeft, dat de insuline niet goed bij de spieren kan komen. En als je dus je vetmassa kan veranderen in spiermassa door te bewegen, dan zal er ook een betere opname zijn van de glucose in het bloed. De ex-werknemers van Bruinzeeld zijn het wachten op de achterstallige pensioenuitkering zat. Het gaat om meer dan 200 ex-werknemers van Bruinzeeld die hun pensioen moeten krijgen. Zij hebben vandaag een petitie aangeboden aan de directeur van het kabinet van de president, Eugène van der Zand, die dit namens de president in ontvangst nam. Bondsvoorzitter Roel Barsati zegt dat de leden al 4 jaar op de uitkering wachten. U weet wat het betekent voor ons dat je je geld stort bij een laten we zeggen, self-reliance. En men fraudeert ermee, terwijl men weet dat geld eerst een gesprek moet gevoerd moet worden met de arbeider. En dan, wat ga je nou met het geld doen? Men heeft het geld gewoon overgedragen aan een self-reliance samen met het bestuursleden. En wat ik jammer vind, dat de directeur Patrick Penny, bewust met de bestuursleden, pensioenbestuursleden, hun gelden wel hebben gehad en de overige mensen niet. We vinden dat verschrikkelijk jammer. Ik laat het bij deze, ik weet niet, ik kan geen woorden voor kiezen, maar we weten dat we bij de juiste persoon zijn. Het gaat om een bedrag van ongeveer 5 miljoen Surinaamse dollar. Van der Zand merkt op dat er belangrijke punten zijn opgenomen in de brief waaraan er aandacht besteed zal worden. Wel ben ik met u van mening dat het een zeer kwalijke zaak is en u heeft een paar ernstige zaken naar voren gebracht. Dus ik ga ervan uit dat men ook aandacht voor deze zaak zal hebben en zo snel mogelijk, omdat de kwestie van de Bruinzeel gepensioneerde is een slepende zaak. Ik vraag me alleen af, heeft u eerder een petitie aangeboden aan een president? Volgens de ex-arbeiders heeft het pensioenfonds van Bruinzeel het geld overgedragen aan Self-Reliance, met de bedoeling het uit te keren aan de ex-werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De Rotary Club Paramaribo heeft samen met Grasalco en de Rotary Club Paramaribo vandaag een klaslokaal voor de christelijke school opgeleverd. Het gebouw waarin de school gehuisvest was, is enkele jaren terug verkocht. Bij het verhuizen naar de Lotjesteeg, waar de school nu staat, was er een tekort aan lokalen. Rotary is sinds vorig jaar bezig dit project rond te krijgen. De speeltuin hebben we gerestaureerd. Het geld was toen wel niet voldoende om ook dit project uit te voeren. Weliswaar hebben wij dus als organisatie de hoop niet opgegeven. En we zijn dus dan op zoek gegaan naar sponsoren om dus dan eigenlijk dit project ook te kunnen financieren. Dus eigenlijk is dit project eigenlijk al in de planning sinds vorig jaar. En we zijn dus in contact met Grasalco. We hebben onze presentatie gedaan, ze waren onder de indruk. Het paste helemaal in hun beleid. En we hebben dus dit lokaal kunnen bijbouwen. En met onze Rotary Club Paramaribo hebben wij dus ook nog overloop kunnen bijzetten. Deze week is World Rotary Egg Week. Vandaag in het bijzonder is op 13 maart herdenken we als Rotary Egg organisatie voor de hele wereld dat de eerste club is opgericht in 1968 in de VS. En dan deze gehele week zijn er dus dan activiteiten gepland om dus dan eigenlijk de Rotary Egg meer op de voorgrond te zetten. En mensen eigenlijk kennis te laten maken met de projecten die wij eigenlijk het heel jaar door uitvoeren, maar in het bijzonder deze week waar we dus eigenlijk onze jaardag vieren.
Grasalco, die dit project heeft gefinancierd, werkt graag samen met dergelijke organisaties. Nou, we zijn vorig jaar rond november, als ik het goed heb, oktober, november, benaderd door de Rotaract Paramaribo. We weten van de Rotaract dat het een zelfgerespecteerde organisatie is van jonge leiders die een zekere nauwe betrokkenheid hebben als het gaat om community development projecten in Suriname. Als bedrijf hebben wij een CSR policy. Waar onderdeel daarvan is dat we duurzame projecten ondersteunen, financieel. En het past binnen ons beleid. Als we kijken naar het project, de bouw van een nieuw klaslokaal, is het een duurzaam project. Het gaat generaties verder. En we hebben ons gecommitteerd om de Rotaract te ondersteunen bij het uitvoeren van dit project volledig. En hebben de financiering goedgekeurd. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, MINOV, neemt deel aan de Global Money Week beurs in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. In de stand van het MINOV worden de kinderen op een vriendelijke manier geleerd hoe om te gaan met een laptop en geld. De enthousiaste leerlingen doen dit onder begeleiding van MINOV-medewerkers. Het ministerie wil behalve de stimulans voor het gebruik van ICT in het onderwijs, de kinderen ook computervaardigheden bijbrengen. Het is belangrijk dat kinderen weten hoe met behulp van de computer geld te beheren. De MINOV-medewerkers hebben de leerlingen geadviseerd te sparen en hen geleerd wat het nut daarvan is. Wim Mees, docent aan de PXL Hogeschool in België, heeft op uitnodiging van het MINOV hieraan meegewerkt. Mees zegt ontzettend onder de indruk te zijn van de participatie van de leerlingen. Als ik de schittering in de ogen zie, geloof ik dat ze het bezoek aan de stand als prettig hebben ervaren, vertelt Mies tevreden. De docent aan de lerarenopleiding kijkt uit naar een verdere samenwerking met het ministerie, omdat er volgens hen wel veel werk aan de winkel is. Een leerkracht van de Lobato school vindt het heel erg belangrijk dat kinderen weten hoe om te gaan met geld. Ze koos daarom ervoor om samen met haar leerlingen een bezoek te brengen aan de beurs. Volgens haar zal het gebruik van de computer in het basisonderwijs voordelig zijn voor de kinderen. Mees draagt ook didactische kennis over aan lokale docenten. In het bijzonder kennis ten aanzien van het op een verantwoorde wijze integreren van ICT in het onderwijssysteem. De Global Money Week beurs duurt tot en met zaterdag aanstaande. Het gebruik van de auto-airconditioning is niet zonder consequenties voor de gezondheid en het milieu. De meeste auto's zijn tegenwoordig standaard uitgerust met een airco-systeem, wat voor velen een aangename optie is. Dien Schoonhoven, auto-airco-specialist, geeft uitleg over de werking van de airco en de gevolgen van het gebruik. Je auto wordt sowieso wel belast natuurlijk. Op het moment dat je hem inschakelt, gaat je motor zwaarder draaien, omdat hij ook nog de molen zeg maar, van de compressor gaat moeten meedraaien. Doordat je meer verbrandt, heb je ook meer CO2-uitstoot, dus dat komt ook nog in het milieu terecht. En in zo'n airconditioning systeem zit er freongas en dat freongas zorgt ervoor dat zo'n afbraak plaatsvindt in de ozonlaag. Dus het is niet zo milieuvriendelijk. Ze zijn bezig met oplossingen om het een stuk milieuvriendelijker te maken voor de auto's en voor de normale airconditioning ook. Maar we moeten even kijken hoe lang dat gaat duren. Taxichauffeurs gebruiken de airco in hun auto bijna elke dag. Soms ook op verzoek van passagiers. Enkele van deze ondernemers delen hun ervaring en adviezen met ons. Als je je airco aanmaakt met de klant in je auto, dan ga je een beetje meer benzine verbruiken. Zonder airco. Als ik wel met mijn gezin ben, hoor, dan kan ik ze wel een beetje verwennen met mijn airco. Met een 3 SRD bijvoorbeeld. Als dat het bijvoorbeeld 10 SRD zou kosten, zou je 13 SRD moeten vragen. Ja. Ja, sowieso. Hij krijgt dan meer slijtage, want hij gaat dan zwaarder moeten werken. Is net als wanneer je bijvoorbeeld in een modderpoel bent beland en je gaat je voorwielbedrijf inschakelen, zo gaat je machine ook zwaarder moeten werken om dan die auto voor te kunnen brengen. Dus we vragen ze, man, kunt u met de airco, want soms willen wij ook als chauffeur ook met de airco rijden, want het is soms verschrikkelijk heet. En dan ga je transpireren en dan ga je zo een beetje ruiken. Dit was het nationaal nieuws, straks het internationaal nieuws.
Met een duidelijk bewijs dat de Verenigde Naties verantwoordelijk is voor de massale Haitiaanse cholera-besmetting, die vele slachtoffers heeft gemaakt op het hele westelijk halfrond, hebben 1500 Haitiaanse eisers, waaronder een aantal New Yorkers en Amerikaanse burgers, die familieleden verloren aan de ziekte, de Verenigde Naties op dinsdag bij het Amerikaanse Hof in Brooklyn aangeklaagd. De rechtszaak is bedoeld om de VN te dwingen om de verantwoordelijkheid op zich te nemen, de slachtoffers te compenseren en voor sanitaire voorzieningen te zorgen in de verwoeste Haitiaanse gemeenschappen die de VN gezworen hebben te beschermen. Bij de gerechtelijke documenten die dinsdag werden ingediend, is toegevoegd het bewijs dat duidelijk aantoont dat de VN uitdrukkelijk afstand van hun soevereine immuniteit hebben genomen. Evenals een ander document waarin staat dat de Algemene Vergadering van de VN in het bijzonder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door leden van hun strijdkrachten in de uitoefening van hun ambt. De cholera-epidemie heeft ongeveer 9000 mensenleven opgeëist en 700.000 personen ziek gemaakt in Haiti. De besmetting is sindsdien verspreid naar de Dominicaanse Republiek, Mexico, Cuba, Puerto Rico en de Verenigde Staten, met ten minste 3 gevallen van cholera bevestigd in New York sinds 2010 en een aanhoudende uitbraak in Mexico. Chiquita Brands International Incorporated is gefuseerd met het Ierse tropische vruchtenbedrijf Fives om 's werelds grootste bananenbedrijf te creëren. In een 1,7 miljard dollar aandelendeal heeft de nieuwe onderneming de naam Chiquita Fives gekregen, met een verwachte jaarinkomen van 4,6 miljoen dollar uit de verkoop van meer dan 160 miljoen dozen bananen. De minister van Landbouw van St. Lucia, Moses Jean-Baptiste, zegt dat er geen noodzaak tot wanhoop is in het licht van het nieuws van de overname van Chiquita door Fives. Hij zegt dat er nog steeds vraag is naar bananen uit de benedenwindse eilanden en dat er ruimte is om de binnenlandse en regionale markten te verkennen. Jean-Baptiste zegt dat het nieuws van de overname daadwerkelijk dient als validatie voor wat het ministerie heeft gepredikt, namelijk dat er nog steeds veel vraag is naar het fruit op de wereldmarkt. Exportstatistieken tonen aan dat bananen gerangschikt staan als 4e onder alle agrarische producten en het is de belangrijkste van alle vruchten met miljarden dollars aan jaarlijkse inkomsten van de wereldhandel. Jean-Baptiste zegt dat het ministerie bananenboeren zal helpen bij het omgaan met de uitdagingen waarmee de industrie geconfronteerd wordt. Hij zegt dat er programma's zijn om bananenboeren te helpen in de komende 5 jaar met het doel het stimuleren van de totale bananenproductie. En het laatste bericht voert ons naar Guyana, waar de nieuw gevormde NGO Citizens Against Rape in het afgelopen weekend een mars gehouden heeft om de stilte te doorbreken en een licht te werpen op de kwestie van verkrachting. Met borden en spandoeken met daarop de boodschappen tegen huiselijk geweld liepen mannen, vrouwen en kinderen in een stille mars door de straten van Georgetown, waar de mars met een kleine ceremonie werd beëindigd. De mars getiteld Rising Against Rape werd gehouden in verband met de viering van Wereldvrouwendag. In een interview met een plaatselijke nieuwszender zei een van de medeoprichters, Nicolette Roach, dat deze NGO zich zal focussen op de cultuur van verkrachting. Een andere oprichter, Nicole Cole, zei dat zij van plan zijn om de stilte onder de burgers te doorbreken. Andere NGO's zoals de Women Lawyers Association, Red Thread, Help and Shelter, de Guyana Human Rights Association, de Society Against Sexual Orientation Discrimination en de studenten en docenten van de University of Guyana namen deel aan de mars. Dat was mijn bijdrage aan het journaal. Zometeen krijgt u in beeld de weersverwachting. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.